Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 12. Ja, ik heb vandaag weer stage en dit keer wel, dus jee. Want dit keer gaat alles gewoon door en de treinen rijden en ik ben nu even koffie aan het drinken en dan ga ik me klaarmaken voor school. Leuk! Ik ben net een half uur thuis geweest en nu ga ik onderweg naar de bus. Want ik moet naar mijn volgende stage. En mijn volgende stage is bij Mystiek. En de reden dat ik daar nu naartoe ga is omdat ik om 7 uur mijn gesprek heb. Leuk! Ik ben onderweg altijd aan het editen, zeg maar. Zodat ik niet alles in één keer hoef te editen. En ik kom er nu net achter dat ik serieus een vlog heb van 48 seconden. Ik was vandaag zo druk met stage op school. En toen door naar mijn stage, of mijn tussenevaluatie op mijn andere stage, dat ik gewoon niks gevlogd heb. Gewoon niks. Dit is echt... Ik heb het nog nooit zo erg gehad, denk ik, als nu. Ik bedoel, elke vlogmasdag is tot nu toe wel redelijk... gelukt. Alleen vandaag is het gewoon echt bagger. Ik heb een kat die bij me zit en echt heel getriggerd raakt door een speeltje die mijn vriend steeds aanraakt. Oh nee, de kat. De andere kat. Nee. Zo schattig dit. Maar, nou ja, ik ben nog niet naar bed. Maar ik denk ook niet dat ik nog heel veel ga filmen. Maar kijk, we zijn nu alweer 1,5 minuut onderweg. Dus dat is al beter. Even denken, hè? Ik wilde wat zeggen. Oh ja, misschien is dit best kinderachtig of niet. Maar ik heb gisteren Descendants gekeken. Echt superleuk. Hij is al in 2015 uitgekomen en ik roep pas in 2015 dat ik hem ga kijken. Maar ik heb hem dus nu toch echt gekeken. En ik ga denk ik de camera weer op mijn rug leggen, want ik moet de kattenbak van deze kleine ukkepukjes nog doen. Want ja, die doen zich helaas niet vanzelf.